houdt de ogen gesloten, waar de ander door haar wimpers loert. De een smacht zonder zuchten, waar de ander van verlangen kreunt. Zo is de een opgesloten in eigen droom, wachtend tot het lege hart wordt vervuld. Opent zij haar smachtende lippen voor hem die haar zal kiezen. Zo niet de ander. Opgejaagd door ongetemd verlangen, vangt zij steeds opnieuw een prooi die nooit vervullen zal. Ik sta hier in een galerie Arti met Ellen Schippers. En zij heeft hier weer een nieuwe tentoonstelling. Waar gaat die over? Dit is de derde editie van mijn drieluik over vrouwbeelden. Dat eerste deel was Image and I Magic. De tweede was in lood 6 Vrouwenzeenzocht. En nu in Arti het derde deel Snow White en Sherazade. Waar verwijst dat naar? Ik heb naar aanleiding van mijn tentoonstelling in lood 6 Vrouwenzeenzocht, ben ik uitgenodigd om naar Aleppo te komen voor het International Women's Art Festival. Ik heb daar een expositie gehad. En ik had daar werk hangen, 2 video-installaties. En 1 ging over man-vrouw beelden, waarin de man door een vrouw werd leeggedronken. En ik dacht van tevoren dat dat wel reacties zou oproepen, vooral van mannen natuurlijk, omdat ze toch zich aangetast kunnen voelen in hun mannelijkheid. En dat was dus helemaal niet zo. Ik kreeg met name van mannen hele goede reacties op die installatie. Ze vonden het heel fantasievol. Ze vonden het hele mooie beelden. En ja, dat was eigenlijk hetgeen waar ze op reageerden. Dat ze het heel mooi vonden en heel fantasievol. En ik kreeg dus helemaal niks te horen over dat zij zich als man aangetast voelde of zo. Dus ze ervaarde het eigenlijk meer als een sprookje. Ik had ook verwacht dat het ook wel een beetje bloot was. Dat het misschien verwijderd zou worden van die tentoonstelling. Dat is niet gebeurd. Maar daarom, omdat hun reacties eigenlijk heel anders waren dan ik verwacht had. Ik had er ook een installatie Venus. Dat is met een transparante kraag. Dat is gebaseerd op het schilderij van de Venus van Botticelli. En ik had ook verwacht dat ze dat te bloot zouden vinden. Maar ik kreeg daar eigenlijk helemaal geen reacties op, ook dezelfde reactie van god, de mooie beelden. En dat is natuurlijk ook zo. Alleen had ik verwacht van, ze vinden dat gewoon veel te bloot. En omdat ze het ook meer als een sprookje ervaarden, mijn installaties, heb ik besloten om me opnieuw te verdiepen in de verhalen van Sherazade, 1001 Nacht. Om me meer te verdiepen in het vrouwbeeld. Hoe vrouwen in sprookjes beschreven worden. En eigenlijk al bij een van de eerste vertellingen van Sherazade ging het over een vrouw die opgesloten zat in een glazen kist. Zij was ontvoerd en iedere dag werd ze dan uit die kist gelaten, vrijgelaten eventjes. Dan ging die man een slaapje doen. Dus iedere middag als hij lag te slapen ging zij een andere man verleiden. En als bewijs pakten ze dan hun gouden ring af, of een ring. Ze had dan een hele zak met gouden riemen verzameld, een stuk of 100 of zo. En door dat sprookje kwam de associatie op van Sneeuwwitje, die ook in een glazen kist ligt. Alleen Sneeuwwitje, die blijft wachten tot de prins haar wakker kust. Dus die blijft heel passief wachten tot, ze weet ook niet wie haar wakker komt kussen uiteindelijk. Het is ook maar een willekeurige man. Ja, toevallig is het een prins, maar ja, wat voor prins? Ik bedoel, ja, dat weet ze natuurlijk allemaal niet. Maar goed, dan komt zij tot leven. Op het moment dat die man haar wakker kust, komt zij tot leven. En deze vrouw, die ging zelf energiek en actief aan de slag om zelf haar mannen te veroveren. En dat vond ik eigenlijk een hele mooie tegenstelling. Zeker ook omdat je dat helemaal niet verwacht. Omdat het vrouwbeeld wat wij hebben uit het oosten is dat vrouwen heel onderdrukt zijn. En dat is natuurlijk ook zo. Alleen in de vertellingen komt er een heel ander vrouwbeeld naar voren. En je zou natuurlijk ook kunnen zeggen van juist omdat ze dat beeld hebben over vrouwen. Dat ze niet te vertrouwen zijn als ze de kans krijgen constant mannen aan het verleiden zijn. Zeg maar vanuit dat idee dat ze daarom die vrouwen aan banden willen leggen. Uit angst voor hun sensualiteit, seksualiteit. En dat vond ik eigenlijk wel een heel mooi gegeven. Ja. Dus ik heb besloten om dat als thema te nemen voor mijn derde deel over vrouwbeelden. Vooral als ik naar die video-installatie kijk, vind ik het ook nogal beklemmend. Dat zie ik erin, dat er een vrouw staat die om hulp roept.
Ja, ik kan me voorstellen, er zijn meer mensen die dat erin zien. Voor mij is het meer, zij zit dus opgesloten in die glazen kist. Dus dat heb ik eigenlijk als thema genomen, als beeld. Twee vrouwen die in een glazen kist opgesloten zijn. Alleen de een die ontsnapt en de ander die blijft liggen. Dus ja, wat jij... Ja, ik bedoel, natuurlijk is het is sowieso een beklemmend beeld. Dat je opgesloten zit in een glazen kist. Alleen zij ontsnapt, zij verdwijnt uit beeld. Dus ja, voor mij is het een ontsnapping. En ja, het is een worsteling natuurlijk om eruit te komen. Ik kan me voorstellen dat het als beklemmend overkomt. Maar voor mij is het juist, zij ontsnapt aan die situatie. Ze komt eruit. Zij verdwijnt. Dus ze zit er eerst in en dan langzaam, beetje bij beetje. Ze glijdt ook uit beeld. En dus eigenlijk op weg naar de vrijheid. Scheherazade en Sneeuwwitje. Dames en heren, zijn twee van de meest beroemde vrouwen in onze cultuur. Ze figureren in soms eeuwenoude vertellingen uit de koude streken van Noord-Europa, respectievelijk Perzië en Arabië. De vertellingen werden in de 19e eeuw herontdekt en vertaald om voort in hoog tempo de wereld te veroveren. En de schippers, dames en heren, laat in haar Sneeuwwitje weliswaar een mooie vrouw zien, maar wel een die, heel anders dan in onze kinderboekjes, niet bepaald meisjesachtig is gekleed in een gesmokt japonnetje met pofmoutjes, haarbandje, rode lipjes en koontjes. Nee, deze Sneeuwwit is een vrouw in de bloei van haar leven die, naakt, in haar glazen kooi gevangen zit, smachtend naar bevrijding. De beelden van Ellen Schippers Sneeuwwit spiegelen zich dan ook herkenbaar in de niet minder gekwelde Scheherazade, bekend uit 1001 Nacht. Sneeuwwit en Scheherazade staan voor zedigheid en geduld bij de een, uitdaging en list bij de ander. Maar alles dan toen weten we nu. De glazen kist als metafoor voor de dualiteit van gevangenis en diepzoon. De dwergen aan de glazen kist zijn wij zelf geworden. Op onze knietjes bij de kist, zonder zelf de bevrijdende kus te kunnen geven. Of de verlossing door het huwelijk. Als de koning bij Scheherazade hebben ook wij de macht om de glasgekoorde vrouw de rug toe te keren. Als we uit verveling genoeg hebben van haar onvrijwillige avances. Als spiegel van onszelf vinden de vrouwbeelden van Ellen Schippers al dus een actualiteit.